Maandag 16 december, dit is U Vandaag. Hevige brand legt loodsvol matrassen in de as. Explosie bij brand in voormalig Utrechts eethuis. En horeca in wijk Beduurstede organiseert koffieactie voor de voedselbank. Goedenavond. Goedenavond. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een voormalig eethuis aan de Kanaalstraat in Utrecht. Verslaggever Dennis van Ommeren is daar, of op de redactie althans. En ik wou jou vragen, Dennis, het is niet de eerste keer volgens mij dat dat gebeurd is, hè? Nee, zeker niet. Het is al de tweede keer in 2 maanden tijd. En het lijkt er ook sterk op dat we te maken hebben met dezelfde daders. Oké, daar straks meer over, Dennis. We gaan eerst naar ander nieuws van vandaag. Justitie heeft opnieuw 7 jaar cel geëist tegen de moeder van het doodgestoken IJsselsteinse meisje Miriam Arbakan. Tijdens een heftige ruzie stak ze haar 16-jarige dochter met een mes. De 43-jarige vrouw werd eerder tot 3 jaar cel veroordeeld. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep, tot verdriet van de familie Arbakan. Louis de la Combe wordt lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Amersfoort bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA heeft geen ervaring als raadslid, maar wordt door het bestuur naar voren geschoven vanwege zijn bindende kwaliteiten. De PvdA in Amersfoort verkeert in crisis sinds de zelfmoord van het stedende raadslid Ramon Smits Alvarez. De la Combe wil vooral het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. Het aantal auto-inbraken in Nieuwegein blijft stijgen. De afgelopen 4 weken werden ruim 80 keer aangifte gedaan. De inbraken vinden verspreid over heel Nieuwegein plaats. De dieven nemen navigatieapparatuur, airbags, laptops en telefoons mee. In de meeste gevallen wordt een ruit vernield of het slot geforceerd. De politie surveilleert extra en vraagt getuigen zich te melden. Aartsbisschop Eijk van Utrecht roept priesters en leken op om seksueel misbruik in de kerk te melden. De kardinaal doet de oproep in verschillende kranten samen met de voorzitter van de Conferentie van Nederlandse Religieuzen. Ze vinden het belangrijk het zwijgen te doorbreken, omdat veel misbruikgevallen nu niet bewezen kunnen worden. De belangengroep van misbruikslachtoffers in de kerk is blij met de oproep. Een zeer grote uitslaande brand vannacht bij een recyclebedrijf in Baren. Een fabriekshal vol oude matrassen aan de Hermesweg ging volledig in vlammen op. De brandweer zag al snel dat de hal niet meer te redden was. Maar het werd nog even spannend toen een naastgelegen pand een grote partij vuurwerk werd gevonden. Om 12 uur vannacht komt de melding binnen dat er een zeer grote brand is bij een recyclingbedrijf in Baren. De brandweer rukt met verschillende korpsen uit. De brand is moeilijk te bestrijden. Dat komt door de brandstof, een stapel geperste matrassen. En verder, het gebouw zelf is ingestort, waardoor het ook moeilijk is om bij de matrassen te komen die in brand staan. Omdat ja, de gevel en het dak zit er bovenop op, ingestort. En dan moeten we eerst gedeeltelijk heel voorzichtig gaan weghalen. Want ja, dat is ook best gevaarlijk werk. Ook ontstaat er een enorme rookontwikkeling. Op de snelweg A1 moeten op last van Rijkswaterstaat auto's langzaam rijden. Door de gunstige wind hadden bewoners geen last van de rook. Wel de bedrijven die hier vlakbij zitten, die hebben er wel flink last van, waarbij sommigen zelfs voorlopig nog even niet kunnen werken. Zoals de buren. Daar zijn werknemers opgevangen en voor onbepaalde tijd naar huis gestuurd in verband met de rookontwikkeling. Op het terrein van Hartog Dijkman Recycling stond ook een container met vuurwerk. Tot grote verrassing van de brandweer. Nee, die was niet bekend. Althans, op een gegeven moment werden we daar op attent gemaakt. En daarop hebben wij natuurlijk ook wel gelijk gehandeld. Een stuk buitenruimte hebben wij toen wel even van toeschouwers ontruimd. Omdat dat toch wel veiliger was. En heel snel gekeken wat er aan de hand was. Gelukkig bleek dat een hele geringe hoeveelheid te zijn. Niet gelijk nat gemaakt, waardoor dat geen gevaar meer oplevert. De politie zoekt nu uit of het bedrijf de juiste vergunningen heeft voor het opslaan van vuurwerk. Bij het opkomen van de zon komt ook de burgemeester van Baarn even kijken naar de immense schade. Nou, ik ben gisteravond al even geweest en kwam vanmorgen even kijken hoe de situatie is. Het is vreselijk, met name voor de eigenaren van het bedrijf is het natuurlijk een drama. Bij de brand zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Ja, en om 4:30 vannacht was het vuur dan daadwerkelijk onder controle. Maar de brandweer is nog de hele dag bezig geweest met nablussen. En het was trouwens niet de enige grote brand vannacht. Nee, ook in een leegstaand eethuis aan de Kanaalstraat in Utrecht brak brand uit, gevolgd door een explosie. Op de redactie zit verslaggever Dennis van Ommeren. Dennis, nogal verdachte omstandigheden rond deze brand, hè?
Ja, verdachte omstandigheden, dat kun je zeker zeggen. Want de politie gaat er eigenlijk al vanuit dat het vuur is aangestoken. Zoals je op deze beelden kunt zien is er heel veel schade. Door de gasexplosie die volgde is de pui van het pand ook volledig verwoest. En dan te bedenken dat het 2 maanden geleden ook al raak was. En ook toen was er volgens de politie sprake van brandstichting. En in ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld hebben we daar toen de tijd ook de nodige aandacht aan geschonken. Kijk maar even mee. Een uitslaande brand in de nacht van zondag 29 op maandag 30 september. Het pand aan de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok staat op dat moment leeg. Maar 1 deur verderop slapen 3 jonge vrouwen. Ze worden door omstanders wakker gemaakt en moeten in hun badjas hun huis ontvluchten. Op een gegeven moment was er een kleine explosie en toen echt een knal. En toen vlogen de vlammen echt naar buiten. Dus dat was wel heftig. De brand is na een kwartier onder controle, maar het pand is van binnen wel totaal verwoest. Op de begane grond zat tot voor kort eethuis Orchide. Dat werd deze zomer door de gemeente gesloten op verdenking van criminele activiteiten. Op de 2 verdiepingen erboven werden appartementen gebouwd. Ze hebben echt wel een aantal maanden geklust en alles gerenoveerd, want er zat eerst een restaurant in. Dus nu zijn het allemaal appartementen of studio's geworden. Dus dat was net af en vandaar, of morgen zou het opgeleverd worden volgens mij. Vrijwel meteen staat vast dat er sprake is van brandstichting. En dat is ook te zien op bewakingsbeelden. Rond 3:15 s'nachts rent iemand weg bij het pand, de Borneostraat in. Dan volgt een lichtflits waarna 2 mensen wegrennen. Wat achterblijft is een vuurzee. Ja Dennis, dat was toen. En wat jij nu vertelt, je zegt ook al, het lijkt een beetje op elkaar. Is het inderdaad, jij bedoelt, zou je kunnen zeggen dat het met elkaar te maken heeft? Nou, het lijkt er sterk op. Hè? Je ziet het al in het filmpje de vorige keer bij die brand, waren de appartementen die in aanbouw waren al bijna af. Sterker nog, ze zouden die week opgeleverd worden. En ik heb me laten vertellen, die appartementen zijn nu natuurlijk weer opnieuw aangepakt. En ook nu waren ze bijna af. Dus het is al heel erg toevallig. En het zou heel goed kunnen zijn dat er dus 1 en dezelfde persoon of personen achter zitten. Maar ik ga daar verder geen uitspraak over doen. Dat is aan de politie. Die zijn dat op dit moment ook aan het onderzoeken. Dus we zullen toch echt af moeten wachten op de eindresultaten van dat onderzoek. Wordt vervolgd. Dennis van Ommeren, dankjewel. Zometeen kopen ze een kop koffie voor een ander. En stichting organiseert kerstdiners voor eenzamen. Maar voor de sport is aangeschoven René van den Berg. Ja, René, ja hoor. Sorry zeg, dat was verschrikkelijk. Run op de kaarten in de galgen waard. Van iedereen verwachtte wel wat, hè? PSV, aangeschoten wild, dus dat wordt wat. Knallend vuurwerk, kortom, er was een groot feest van tevoren. Horen en zien verging je. Mm-hmm. En toen werd het 4-1 en toen gebeurde er dit. En toen dacht Robin Ruiter, we zijn er klaar mee. Maar toen dacht Baher, ik schiet nog een keer. En werd het uiteindelijk 5-1. Robin Ruiter is er nog boos over. Ja goed, ik was van overtuigd dat scheidsrecht afloopt. Dus ik wilde al richting de middenlijn lopen. En ik ben totaal uit positie. Ik zie opeens dat Baher doorvoetbalt. En ja, die schiet maar uit een hoek. Ja, normaal gesproken mag zo'n bal er nooit in. Maar omdat ik van overtuigd ben dat scheidsrecht afloopt, ben ik uit positie en gaat zo'n bal erin. Ik bedoel, iedereen stopte volgens mij met voetbal, behalve Baher zelf. En, ja, ik kan dat niet begrijpen van iemand vanuit het eigen thuispubliek. Ja, het is wat je zegt, het is al eerder gebeurd. En, ja, laat iemand alsjeblieft ophouden met deze grappen, want die helpt ons er niet mee. En nu kost het ons een goal. Ja, misschien mensen thuis al denken van, dat zou ik ook zeggen, als ik me dit als keeper overkwam. Ja. Maar het is niet de eerste keer. Hij zegt dat zegt hij ook zelf. Ja. En vroeger werd het met een grap afgedaan en met een glimlach. Mm-hmm. En toen gebeurde het ook in een mindere hectiek van het spel. Maar nu kost het echt Utrecht een doelpunt. Maar Her kon uithalen, de hoek was vrij en daar ging hij er ook in. En ik denk dat wat Ruiter nu zegt heel belangrijk is voor degene die dat fluitje heeft, inslikken. Ja, en misschien dat er toch iets aan moet gebeuren. Of dat de KNVB hier een keer over moet praten. Ik denk niet dat dat kan, want ik denk dat je de kat op het spek bent. En dat we nu overal fluitjes gaan krijgen. Dat is het nadeel. Ik hoop dat ze een Fufuzela meenemen. Ja. Nee, dus fluitjes weer en Fufuzela's mee. Dan dat maar, toch? Nou, dat blijft inderdaad een beetje kansloos. Ja, nee, is ook zo. René, trainersnieuwtje heb je. Nou, het is uitgelekt deze week. Want het was zo dat Ton de Chatelier is in Zuid-Korea geweest. Dat is een heel apart verhaal. Die wordt assistent bondscoach van Zuid-Korea.
Correa. Mm-hmm. Dan denk je, hoe komt hij daar nou bij? Ja. De link met Hiddink, waar Chatinier mee werkte mm-hmm. bij ANSI, is snel gelegd. Maar het is anders gegaan. Want de huidige bondscoach van Zuid-Korea heeft voor zijn opleiding stage gelopen bij ANSI. En kreeg toen een hele aardige, vriendelijke relatie met Ton de Chatinier. Mannen praten veel over voetbal. Toen hij in ieder geval gepromoveerd werd tot bondscoach, heeft Ton hem een mailtje gestuurd. Zei, joh, gefeliciteerd. En in een grap gezegd van, mocht je nog eens een beetje werk hebben, ik zit hier thuis niets te doen. En wat gebeurt er? Hij gaat een week naar Zuid-Korea, gaat naar het WK en is de huidige assistent-trainer van Zuid-Korea. Kortom, goede connecties houden in het voetbal. Dat is de les die we ervan leren. Verkeerd, vooral niet naar Noord-Korea. Nee, Zuid-Korea is nog wel aardig. Kan een drankje nemen. Keurig netjes. Mooie klus voor Ton. Helemaal goed, René. Dankjewel en straks meer van je. Graag gedaan. Vanaf half december doet de horeca in wijkbeduursteden en Koten mee met het initiatief Uitgestelde Koffie. Nou, wat is dat? Het is heel eenvoudig. Je koopt in een café of een restaurant een extra kop koffie voor iemand die dat zelf niet kan betalen. Maar je weet natuurlijk niet van tevoren voor wie je dat kopje koffie gaat kopen. Het hoeft trouwens ook niet per se koffie te zijn. Dat mag wat anders zijn. Deze traditie is in ieder geval begonnen in Italië, maar begint zich nu razendsnel over de hele wereld te verspreiden. Een kopje koffie, zoals er in elk café honderden per week worden verkocht. Maar er zijn mensen die de 2 euro voor een bakkie pleur niet kunnen betalen. Daar is in wijkbeduursteden iets op gevonden. De klanten van Café de Engel bestellen expres te veel koffie. Die komen binnen, die drinken hier een kopje koffie en die rekenen bijvoorbeeld, die hebben 2 koffie gedronken. Maar die rekenen 1 koffie extra af voor, en dat is een uitgestelde koffie. Het begrip uitgestelde koffie komt oorspronkelijk uit Napels in Italië. De Napolitanen bestellen in de horeca drankjes of maaltijden die ze zelf niet drinken of opeten. Hierdoor kunnen mensen die het financieel wat moeilijker hebben een gratis koffie ophalen bij een restaurant. Arie Verhul is direct enthousiast als hij over het idee leest. Zou dat verhaal van die uitgestelde koffie dan iets leuks zijn voor wijkbeduursteden? Dus ik zet dat op Facebook. Dezelfde avond zie ik een aantal mensen van de horeca nog in een lokaal café hier. Ik leg dat nog eens een keer mondeling uit. En de volgende dag krijg ik een mailtje van Joost, hier van de Engel. Die zegt van, we gaan ermee aan de slag. In Café de Engel staan momenteel 9 uitgestelde kopjes koffie klaar. Maar wie durft? In een kleine gemeenschap zoals Wijk kent iedereen elkaar. Is de drempel daardoor niet erg hoog? Ik denk wel dat die hoger is als hier in wijkbeduursteden als in grotere plaatsen. Maar toch zijn de mensen welkom. Alle horecagelegenheden in Wijk doen inmiddels mee met de actie die zaterdag is begonnen. Het initiatief is ook buiten de regio een succes. In België komen ook acties van de grond, maar dan wel met een typische draai. En wat je nu dus ziet in België bijvoorbeeld, is dat daar nu een uitgestelde frietencultuur begint te ontstaan. Ja, dat is toch geweldig. De klanten in Café de Engel zijn op maandag behoorlijk vrijgevig. De lat waarop de uitgestelde koffies worden bijgehouden, vult zich snel met streepjes. Alleen niemand komt de koffie opdrinken. Het gedoneerde geld verdwijnt echter niet in de zakken van de ondernemers. Alle uitgestelde kopjes koffie die niet worden afgehaald, zo even zeggen, bij de horeca, worden vergoed in echte koffie aan de voedselbank. Nou, dat vind ik geweldig. Dat is ook een prachtig initiatief. En naar dat mooie initiatief gaan we eens kijken wat andere media melden over Utrecht. Marie, de opvolger van burgemeester Wolfs is klaar voor zijn overstap naar Utrecht, hè? Jazeker, Jan van Zanen. Hij is nu dus nog burgemeester van Amstelveen. En in zijn allerlaatste raadsvergadering daar sprak hij zijn toekomstige oud-collega's toe. Voordat ik de vergadering voor de allerlaatste keer sluit, wens ik jullie werkelijk allemaal, maar ook mensen die hier nu vanavond zijn, de medewerkers, de vertegenwoordigers van de media, het allerbeste toe. Geluk, gezondheid, liefde. Blijf een beetje van elkaar en van Amstelveen. De vergadering is. Ik hou van jullie. Prachtige woorden op YouTube. Zien we dus de 52-jarige VVD'er van Zanen afscheid nemen van Amstelveen. Daar was hij trouwens 8 jaar burgemeester. En op 3 januari dan is zijn eerste werkdag in Utrecht. Mm-hmm. En misschien nog wel even een persoonlijk nootje. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. En hij heeft vooral heel veel zin in deze nieuwe baan. En Rick, ze wil ook heel even terug naar vrijdag. Ja. Jij voorspelde iemand die ging naar de finale door van de Voice of Holland. En hoe is het mogelijk? Je had gelijk. Ja, tuurlijk. Gefeliciteerd. Ja. Die begrijp was een beetje gok hoor. Hij zong zichzelf wel het afgelopen weekend op een mooie manier naar de finale. I've been saved by a woman. Nou, of hij uiteindelijk de Voice ook gaat winnen, dat durft Mitchell niet te zeggen. Hij denkt zelf dat Julia van der Toorn de echte favoriet is.
Onze andere provinciegenoot in The Voice, want we hadden er nog eentje, Woedstik uit Amersfoort, die haalde de finale helaas niet. Nee. En haalt hij de finale? Hij haalt de finale, ja. Nee, ja of hij wint, bedoel jij? Ja. Ga die er klaar van krijgen. Ik krijg geen antwoord. Heel wat anders, dat is wel erg serieus. Verdacht worden van het shaken baby syndroom, dat is een vorm van kindermishandeling. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat ze hun kind nooit kwaad hebben gedaan. En in één vandaag zien we hoe het leven van Peter en Petula uit Vianen in een hel veranderde. Door dat soort instanties gevangen in je eigen huis, door dat soort regels. Met de nadruk dat ze nog steeds elk moment je kind uit het huis konden trekken. Ja, de verdenking heeft grote gevolgen voor ouders. Bij Peter en Petula is de zaak na echt heel veel onderzoek uiteindelijk dan toch geseponeerd. De gloednieuwe kledingbank in Nieuwegein groeit uit zijn jasje. Mensen die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, die kunnen daar terecht voor kleding. Ja, maar de zolder waar de kledingbank is gevestigd is nu al veel te klein. Misschien dat er met deze keus van de kijker daar snel verandering in komt. Ja, het hangt echt te vol en we kunnen gewoon niet alles kwijt. En dat vind ik heel erg jammer. Er kan echt helemaal niks meer bij. De kledingbank in Nieuwegein bestaat nog maar een paar maanden en barst nu al uit zijn voegen. Ja, ik wist niet dat het zo zou gaan groeien in zo'n korte tijd. Dus ja, dit was zeg maar het beginstukje. Maar ja, voor ons houdt het hier gewoon op. Het is te vol, te druk, te hectisch. Om kleren uit te zoeken moet je ingeschreven staan bij de kledingbank. Inmiddels maken ruim 300 mensen daar gebruik van. En als je denkt dat het op zolder vol is, dan ben je nog niet beneden geweest. Maar zoals je ziet, dit is allemaal binnengekomen en we hebben al heel veel in de schuur verwerkt. Want het wordt uitgezocht in zomer- en winterspullen, in jongens- en meisjespullen, dames, heren. Zodra de kleren in de juiste zakken zitten, gaat het naar de opslagruimte. Daar wordt de kleding gesorteerd op soort en maat. Nou, als ik sommige mensen zie die de kleding brengen, dan denk ik, we zijn rijk. Maar als ik zie hoeveel cliënten wij hebben, dan denk ik, wat een armoede in Nederland. Gelukkig komen ook vandaag weer zakken vol binnen. Herenwinter, die moet ik ook ergens hebben. Na het sorteren worden alle kleren gewassen. Pas als er op zolder weer wat ruimte is, gaan de kleren naar boven. Maar uiteindelijk komt alles goed terecht. We hebben hier ook mensen die gewoon gaten in de schoenen hebben. En dat kan gewoon niet. En die mensen wil ik juist helpen die het gewoon niet meer kunnen betalen. En zo probeer ik toch een steentje bij te dragen. Het CDA in Nieuwegein vindt dat de stichting een gratis pand moet krijgen. En ook moet de kledingbank een vergunning krijgen om zelf actief kleding in te zamelen. Dat mag nou niet. Waar kunnen we onze verslaggever morgen naartoe sturen, Marie? Nou, Rix, in het kader van de naderende feestdagen gaan we vlees proeven. En allereerst kunnen we alpaca vlees proeven. Ja, dat is een soort lama-achtig beest uit Zuid-Amerika. Geroemd om zijn uitstekende kwaliteit. En in Wilnis is nu een fokkerij dat zich richt op dit vlees, op deze beesten. Maar we kunnen ook op keuze 2 stemmen. Dat is het proeven van kangeroevlees. Iets meer bekend zou ik denken dan alpacavlees. We kunnen langs bij Polier van Leeuwen in Utrecht om te zien hoe hij dat klaarmaakt. En natuurlijk kunnen we het ook proeven. En tot slot het meest gangbare vlees uit dit rijtje, denk ik. Kalkoenvlees. En daarvoor kunnen we naar Baanbrugge. Op boerderij Lindenhof weten ze daar alles van. En we kunnen daar meteen meedraaien en uiteraard proeven. Dus alpacavlees, kangeroevlees of kalkoenvlees. Waar stuurt u onze verslaggever naartoe? Laat het ons weten via onze site rtvutrecht.nl. En dat moet u dan wel doen voor morgen vroeg 9 uur. Rix. Ja, we hebben de Partij voor de Dieren voor je aan de lijn. Ja. Kerst is een tijd van gezellig samen zijn. Lekker eten, genieten in de gezelschap van familie en vrienden. Maar wat doe je nou als je die niet meer hebt? Stichting Eet Mee in de Beeld organiseert kerstetentjes voor iedereen die nog geen afspraak heeft deze feestdagen. There's a big fat turkey or maybe a ham. Brown fluffy biscuits all covered with jam. Stel dat je geen kinderen hebt, je familie ver weg woont en dat je vrienden met kerst al plannen hebben. Wat doe je dan tijdens kerst? Gezellig met z'n tweeën naar een restaurant? Het is in het begin vroeger was het allemaal leuk, maar op een gegeven moment heb je dat ook allemaal wel gezien. En dan zitten daar hele families met kinderen, met familie, en dan zit je dan met z'n tweeën aan een tafeltje. Echt gepest dan. Dat realiseert Stichting Eet Mee zich ook. Wij vinden van Stichting Eet Mee dat niemand ongewild alleen hoeft te zijn met kerst. En wat wij graag willen doen is op de kerstdagen, maar zeker ook met de oudjaarsavond,
mensen samenbrengen. En hoe breng je mensen samen? Met lekker eten en drinken. Wil er iemand nog wijn? Het werkt heel eenvoudig. Via de website van Eet Mee geef je je op en de rest gaat vanzelf. Wij maken dan een match. We hebben een matchprogramma. Mensen kunnen aangeven of ze dieetwensen hebben of voorkeur voor roken, huisdieren. Je kunt eigenlijk alles zelf aangeven. En op basis van die gegevens maken wij een match. En is het eigenlijk een verrassing wie er komt? Henny ging 3 jaar geleden op eerste kerstdag samen met haar man eten bij een volslagen onbekende. En dat was zo'n succes dat ze sindsdien elk jaar tijdens kerst zelf ook een etentje organiseert. Ik vind het heel leuk en ik wil graag mensen een leuke dag bezorgen. En vooral met kerstmis. Dat is een dag dat je niet alleen mag zijn. Vanaf nu dus geen excuus meer om met kerst in je eentje thuis te zitten. I'll say one thing and you must agree what a happy, happy time Christmas dinner can be. Als u dit ziet, denkt u wellicht, ik wil ook wel meedoen met zo'n kerstetentje. Dat kan opgeven tot 18 december en dat is dan via de website eetmee.nl. Dus dat kun je mooi doen, Rix. Ja, mooi initiatief. We kijken nog even naar het weer. Vanavond is het bewolkt, maar droog. Vannacht valt er op veel plaatsen wel wat lichte regen. Het wordt niet veel kouder dan 1 graad of 6. Ook morgen bewolkt en het regent af en toe. Het wordt hooguit 8 graden dan. En dat zachte, wisselvallige weer, dat houden we voorlopig. Iets te warm voor de tijd van het jaar. Middagtemperatuur rond de 9 graden. Ja, we koersen niet bepaald af op een witte kerst. Ben ik bang. Nee, ik vrees van niet. Zometeen, om maar meteen door te gaan, gaan we naar namen en rugnummers kijken met René van den Bergen. Nee, fluiten op een fluitje, dat kan je. Doe maar niet meer. Doe niet meer. Nee, hè? Wat gebeurt er van 7 tot en met 23 februari 2014? Iets we gaan toch lekker gewoon naar Sochi? Kijk, dat is mevrouw Oudendijk, die heeft er stand van. We hebben de Olympische Winterspelen. We zijn heel blij dat een van onze regionale deelnemers vanavond komt vertellen hoe hij zich in die laatste maanden gaat voorbereiden. Niels Kerstholt zit hier. Maar verder ook natuurlijk Utrecht terug op aarde met Gert Kruis. We hebben IJsselmeervogels als Herbstmeister. Spakenburg dat de top 3 binnenkomt. En we gaan kijken naar damesrugby tussen URC en Rus. Kijken dus. Dat is duidelijke taal. Dank je. En daarmee zijn wij er doorheen voor vandaag. Meer nieuws vindt u op rtvutrecht.nl. En u weet het, morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan. Ja, fijne avond nog. Dag.